Het onderwijsproces is ingaande vandaag, 27 april, genormaliseerd. Landelijk is de situatie op de scholen redelijk stabiel. Er zijn weliswaar enkele scholen die nog te kampen hebben met de gevolgen van de zware regens. Maar het schoonmaakpersoneel wordt zoveel mogelijk ingezet ten einde een hygiënische omgeving te creëren voor de leerlingen en de leerkrachten. Uiteraard is er ook bijzondere aandacht voor leerlingen en leerkrachten die vanwege wateroverlast nog uitdagingen ondervinden om de school te bereiken. Ambassadeur Pek Fung Ho Shong, residerend buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname in de Volksrepubliek China, heeft maandag haar geloofsbrieven aangeboden aan president Xi Jinping. De aanbieding van geloofsbrieven aan president Xi Jinping markeert een belangrijke formaliteit voor wat betreft de accreditatie van de ambassadeur binnen de Volksrepubliek China. Ambassadeur Ho Shong is nu vrij om haar werkzaamheden uit te voeren en de relatie tussen beide landen verder te versterken. Tijdens een onderhoudsinspectie aan het B737-800 vliegtuig van de SLM werd na de vluchtuitvoering op woensdag een deuk ontdekt in het staartvlak. Het vliegtuig is op dit moment niet inzetbaar en kan de vlucht van vlucht PY421-422 van vandaag donderdag 27 april 2023 naar Guyana en Miami niet worden uitgevoerd. De SLM zegt in een persbericht er alles aan te doen om een vervangend vliegtuig in te zetten op de regionale route.